Hey, hallo daar! Hier Elmer weer met een nieuwe dag op de 30 dagen challenge, de Magic Style. Ja, en we gaan wel hard naar het einde toe, hè. Dit is dag 26 namelijk. Oh, 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 oh. Wat gaan we snel. Gisteren deed ik de truc met de magische hand, hè, die erbij hielp. En ik dacht, dat doen we vandaag gewoon nog een keer. Ik heb er zoveel leuke reacties op gekregen. We doen hem nog een keer. Magische hand, even vragen, ben je er weer? Wil je weer even wuiven als je er bent? Volgens mij, ik zag er wat bewegen. Ja hoor, er is er weer. Heel goed. Ik heb weer allemaal kaarten. Zou jij er eens eentje willen aanwijzen voor mij? Gewoon wijs er eens eentje aan. Kom een beetje naar mij toe met de vinger. Ja, heb je er eentje? Die, dat is deze, hè? De magische hand die kiest voor een harte 7. Ja, ik mag de kaart zien, want ik ken de truc al. Wat we gaan doen, we gaan die harte 7 gaan we in het spel doen. Kijk eens, op die manier. En magische hand, wil jij de kaart er helemaal indrukken? Dat iedereen het goed ziet, dat jij hem er helemaal indrukt. Hartstikke idee, ik leg het spel neer. Hatsee. We gaan nu wat doen, we gaan namelijk het spel omdraaien. En niet zomaar omdraaien, nee, we gaan namelijk heel het spel andersom doen. Zo, op deze manier. Weet je wat, ik doe het nog een keer. Kijk, ik heb nu het halve spel gedraaid. Ik doe nu het hele spel draaien, hatsee. Kijk eens, alle kaarten andersom. Het mooie is, als ik een beetje zo wapper zo, en ik doe een beetje goochelzout, en ik doe weer met mijn stok, wat helemaal geen zin heeft, maar ik doe het altijd wel, zul je namelijk zien dat we alle kaarten zijn verdwenen. Verdwenen? Ik zie ze toch liggen, zou je zeggen? Nou, ze zijn verdwenen, want als ik ze aan jullie laat zien, kijk, dan zijn alle kaarten verdwenen. Het mooie is, ik ga ze even hier overheen, dan kan ik namelijk, let op, hatsee. Ze zijn allemaal verdwenen. Behalve, als het goed is, ergens... Kijk eens, helemaal onderop ligt die. Kijk eens even. De harte 7. Dat was natuurlijk de kaart die de magische hand had uitgekozen. Het mooie is, dan gaan we die kaart gaan we weer eventjes omdraaien zometeen. En mijn advies is om gewoon even goed te focussen op die harte 7. Meer hoef je niet te doen. Ik leg hem even aan de kant zo, de harte 7. Het mooie is, als ik nu even zo wuif eroverheen met het spel... Dan zul je zien dat ze hier allemaal al weg zijn, maar dat wist je al. Maar dat ook die harte 7 helemaal verdwenen is. Nou, hoe is het mogelijk, hè? Lieve mensen, tot morgen. Abonneer op YouTube, like op Facebook, Instagram, doe alles. En ik zie jullie morgen weer. Doei!